werd vanochtend opgeschrikt door een heftige ontploffing hier in de bibliotheek van Nieuwegein. Behalve deze ravage hier om ons heen is er geen grote schade aan het gebouw en zijn er geen ernstige slachtoffers gevallen. Gina van den Berg, kom er even bij. Wat is er gebeurd? Ja, wat hier dus gebeurd is, dat mag niet. U ziet, het is een enorme ravage. Dat komt door die wetenschappers. Wat moet een bibliotheek met wetenschappers? Zoals u weet is bibliotheek de tweede verdieping een kennisbibliotheek. Wij vinden het heel belangrijk om kennis over te dragen en mensen te betrekken bij innovaties. En er moet iets hopeloos zijn misgegaan. En wat me ook opvalt, de mensen hier in de bibliotheek die gedragen zich nogal vreemd. En wat gebeurt er precies? Ja, ik hoor overal mag niet, mag gewoon niet. Gek genoeg krijg ik in mijn oortje nu door dat er elders in Nieuwegein ook vreemde situaties ontstaan. Jaden, vertel, wat is er aan de hand? Ik heb geen idee, we mogen ineens niets meer van onze ouders. Jaden, ik zie je moeder nu aankomen lopen. Ik zie helemaal niks raars aan haar. Wacht maar even. Mama, mag ik een Xbox? Nee, mag niet. En mag ik vanavond naar het feestje van de voetbal? Nee, mag niet. Maar jongens, dit zijn toch dingen die iedere ouder zou verbieden? Wacht, mama, mag ik een boek lezen? Nee, mag niet. Mag ik praatje eten en daarna vroeg naar bed? Nee, mag niet, mag niet, mag niet. Ziet u wel? Is er inmiddels al meer bekend over wat er aan de hand is? Nou, er schijnt dus een magnetvirus te zijn uitgebroken. En daardoor zegt iedereen mag niet. Dat wil zeggen alleen alle ouders. Ja, dat mag dus ook niet wat u nu doet. Wat mag niet? Zo staan. Ja, de situatie is behoorlijk ernstig. We worden de hele dag plat gebeld bij politie en de gemeente. Allerlei kinderen die melden dat ze niets meer mogen van hun ouders. Ze gaan niet meer naar buiten, ze mogen niet naar muziekles. En ik heb gehoord dat ze zelfs niet meer naar school mogen. En wat gaat er aan deze situatie gedaan worden? Ja, we roepen alle kinderen op om met hun ouders op 18 oktober naar de bibliotheek te komen. We hebben verschillende laboratoria ingericht waar we een antivirus gaan testen. En we hebben de hulp van de kinderen hard nodig.